tweede dag beurs over studiemogelijkheden. Robot speciaal voor koeienstal. En biologische waspons van Pikingsrana. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het is de tweede dag van de Jongereninformatiebeurs 2021. Een initiatief van Stichting Jongerenwelzijn om jongeren in Suriname wegwijs te maken voor een vervolgstudie en zeker voor jongeren die hun eerste studiekeuze willen maken. Het maakt niet uit of je als student bent of nog wil studeren. De Jongereninformatiebeurs van Stichting Jongerenwelzijn is voor alle jongeren. Door middel van deze beurs willen we dus dat jongeren, maar ook hun ouders en verzorgers, zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over opleidingen, trainingen, maar ook geïnformeerd zijn over hulp en dienstverlening voor de jeugd. Het is erg belangrijk, zodat eigenlijk alle jongeren die we als doelgroep hebben, dat ze goed geïnformeerd zijn over vooral opleidingsmogelijkheden, zodat wanneer ze op een gegeven moment een bepaalde opleiding hebben afgerond, dat ze precies weten wat de verschillende mogelijkheden zijn voor vervolgopleidingen en dat ze dus dan bewuste keuzes kunnen maken. De beurs van Stichting Jongerenwelzijn is normaal een beurs op een terrein waar mensen hun kennis delen over een bepaald vak en de daarbij horende studierichting. Dit gebeurt bij kraampjes in het thema van die studierichting. Er zijn ook activiteiten en zaaltjes waar workshops of presentaties worden gehouden over een bepaald vak of studierichting. Maar vanwege de coronapandemie wordt de beurs voor het tweede jaar online gehouden. We hebben natuurlijk dus een aantal instanties die participeren. Bijvoorbeeld de Anton de Kom Universiteit met de verschillende faculteiten. Gisteren bijvoorbeeld hadden we een live sessie van de Anton de Kom Universiteit waar bijvoorbeeld de studierichting infrastructuur is behandeld en de komende dagen komen de andere faculteiten aan de beurt. Maar we hebben ook verschillende hbo-opleidingen van de overheid, maar ook van de particulieren. Denk bijvoorbeeld aan FAR, het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Dus het is heel veel informatie die gegeven wordt tijdens deze beurs. Er zijn veel studiemogelijkheden in Suriname en het kan veel werk zijn om al die informatie zelf te verzamelen om een goede keuze te maken. Al dat werk kan ervoor zorgen dat je achterloopt en dus te laat begint met een studie. Nou, dan wil ik even teruggrijpen naar toen de beurs nog fysiek georganiseerd werd. Toen hebben we als organisatie in het verleden dus een heel bescheiden onderzoek gedaan om na te gaan als onze jongeren die dus de beurs bezoeken daadwerkelijk ook iets doen met die informatie. En ik ga u zeggen, dat het is in elk geval gebleken dat dat inderdaad zo is. Jongeren stellen het erg op prijs dat wij als organisatie voor dat stukje gemak zorgen. Dat we op één locatie, toen in de KKF-beurshal en nu dus via onze Facebook-page, alle informatie voor ze verzamelen. En dat zij dus dan de keuze hebben om na te gaan wat ze precies nodig hebben om eventuele keuzes te kunnen maken. En ze maken daar heel goed gebruik van. Uiteindelijk is het de bedoeling dat toekomstige studenten in Suriname wegwijs gemaakt worden om een goede studiekeuze op tijd te maken. Verzorgers van een dierentuin in de Verenigde Staten hebben bekendgemaakt dat een sneeuwpanter in de dierentuin is besmet met COVID-19. Verzorgers merkten op dat Ramil, een 9-jarige mannelijke sneeuwpanter, hoestte en een loopneus had. Later bevestigden twee afzonderlijke testen van zijn ontlasting de aanwezigheid van het coronavirus. Het is nog niet duidelijk hoe hij besmet is geraakt. De dierentuin zei dat Ramil geen extra symptomen vertoont, maar omdat hij samen blijft met andere panters, gaat het personeel ervan uit dat ze bloot zijn gesteld aan het coronavirus. Als gevolg hiervan zijn de dieren in quarantaine geplaatst en zijn ze niet zichtbaar voor het publiek. Eerder dit jaar raakten gorilla's besmet met het COVID-19-virus. Kort daarna zijn zij en andere dieren gevaccineerd met een speciaal vaccin voor dieren, maar niet Ramil. Ramil wordt goed in de gaten gehouden door de verzorgers. Verzorgers moeten extra voorzichtig zijn om niet besmet te raken.
Wanneer mensen door dieren besmet raken met een virus, wordt er gesproken van zoonose. Voor koeien zorgen is een heleboel werk. Van voeding geven tot het schoonmaken van de koeienstallen. Gelukkig heeft een boer in het Zuid-Hollandse Bleskengraaf iets heel bijzonders in zijn stal die meehelpt. Een robot. De machine lijkt op een grasmaaier en rijdt zelfstandig rondjes door de stal. Daar zuigt hij alle poep en plas van de koeien op. Wanneer de mest en urine van de koe langdurig bij elkaar komen, ontstaat er stikstof en ammoniak. Deze stoffen zijn slecht voor het milieu. De schoonmaakrobot scheidt poep en plas zodat dit niet kan gebeuren. Volgens de boer hebben de koeien geen last van de robot. Die koeien zijn dat gewend. Want elke dag dezelfde tijd doet hij dezelfde route. En omdat hij de mest opzuigt, maakt hij ook het geluid. Dus de koeien horen hem aankomen. Dus ze zijn niet bang van de collector. Het hoort gewoon bij hier in de stal. De Discovery Collector of Robot is speciaal ontworpen voor stallen met stevige vloeren. De collector duwt de mest niet aan, maar zuigt deze op. Hiermee behoort de opbouw van mest waar koeien in staan tot het verleden. Op Pikingsranang worden niet alleen een organische landbouw gedaan. Er worden ook andere producten gemaakt die voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals sponsen. Wasponsen worden over de hele wereld gebruikt bij het baden. Je hebt ze in verschillende soorten. De biologische waspons is daar één van. De loofa is één van de middelen die ook op Pikingsranang wordt gemaakt. Het is een komkommerachtige plant die sponsachtige vruchten produceert. Na het drogen kunnen ze gebruikt worden als sponsen. De soekwa ga je mee baden, scrubben. Vooral nu, in deze tijd van COVID-19, zou ik iedereen aanraden goed te baden, goed je handen te wassen. Trouwens, dat zijn de protocollen. Dat weten we allemaal. Maar met dit natuurproduct, de Loofa Spons, kan je heerlijk baden. Uiteraard moet die in water. Dan gaat die zacht worden. Je zet je zeep, wat je wil zetten, je lekkere dingen. En dan ga je baden ermee. Dus dit ding, Loofa Scrub, oftewel Sukwa Scrub in Suriname. Scrub betekent, hoe zeg je dat, borstel. Dus je gaat je lichaam borstelen. En dat doet Loofa. De manier van planten op Pikingsranang wordt ook wel TOT genoemd. Transparant organisch telen. Mijn plantmethode heet transparant organisch telen. TOT. En het is heel simpel. Transparant organisch telen wil zeggen, wij gebruiken veel compost. Als ik heb gebrushcurbed, is het geen afval, is mest. Dus je moet uit de natuur je voedingsstoffen halen. Je mag kippenmest gebruiken, je mag koeienmest gebruiken. Transparantie is dat ding. Men moet weten, je moet weten wat je eet. Er wordt eraan gewerkt om Pikingsranang uit te breiden met meer biologische planten en dieren. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei.